Nou, het gaat vanzelf. Je hebt er eigenlijk niks voor te doen. Of je het nou in de ene container gooit of de ander, of in de afvalbak, maakt niks uit. Dus het is alleen maar prettig, goed voor het milieu. Dus, ja. Je kan het je misschien niet voorstellen, maar jouw GFT en etensresten zijn echt heel veel waard. Als je dat thuis goed scheidt, kan het worden hergebruikt. Er wordt namelijk groen gas en compost van gemaakt. Luister maar eens naar Jan Jacob. Wij nemen jaarlijks 500.000 kilo compost af. Nou, wij zijn heel erg tevreden over de compost, omdat de producten er erg goed op groeien en is een goede meststof. Wat voor jullie GFT-afval is, dat is voor ons een belangrijke grondstof om onze producten op te laten groeien. Meer weten? Ga naar hvcgroep.nl/gft.